Ik ben Leufkens, ik ben 27 jaar oud. Ik woon in Rotterdam al bijna 10 jaar. Het NVA-gebied vind ik een leuk gebied omdat dat is heel veel ondernemers huisvest, waar ik me graag mee refereer en mee creatieve ondernemers. En aan het gebied zie je dat ook heel erg terug. Zoals ik hier nu voor het kunstwerk van Lieshout sta. Wat er binnen gebeurt in de gebouwen, zie je terug in het gebied. We staan nu ook in de voedseltuin. Dit is ook een initiatief geweest van een startende ondernemer. En ook alleen deze plek kan zoiets huisvesten. In het centrum zou je dit niet kunnen doen. Keilencafé is een permanent festival. Een horecazaak die 2 dagen in de week open is. Vrijdag en zaterdag. Maar heel erg oogt en overkomt als een festival. Een permanent festival dus. Mensen kunnen daar overdag een drankje komen doen. Komen lunchen of avondeten. Maar eigenlijk mondt het elke keer uit in een feestje. Het is een beetje alsof je een tuinfeestje geeft wat uitmondt in een klein festival. Keilencafé is alleen open in de zomer, of in de lente en de zomer. We zouden heel graag dat het hele jaar door willen trekken. Maar omdat wij alleen maar een huurcontract van een jaar krijgen, kunnen wij niet investeren in een dak, want dat is gewoon buiten, zodat we het hele jaar open kunnen zijn. Dus daardoor blijven we een seizoensgelegenheid, terwijl we eigenlijk zouden willen dat we het hele jaar door open kunnen zijn en meer kunnen investeren. Maar nou, met die onzekerheid, of die zekerheid van een jaar maar, kan dat niet. Ik woon in Krooswijk, omdat ik daar een anti-kraakwoning heb kunnen vinden. En ik woon in een anti-kraakwoning omdat ik dan heel weinig huur hoef te betalen. En ik dus ook niet zoveel inkomsten hoef te hebben. En waardoor ik dus kan ondernemen en grotere risico's kan nemen en mezelf makkelijker kan onderhouden. Zou ik ook wel heel graag in het MVH-gebied wonen, omdat het ook vlakbij Rotterdam-West is. Dat vind ik een fijne buurt. Het is ook vlakbij het centrum, maar nu woon je ook, en dan woon ik ook meer net buiten de stad, maar toch vlakbij. Dus dan heb je eigenlijk een beetje van beide, dat je de rust buiten de stad kan vinden, maar ook zo in de stad bent.